En nog het vrouwtje nog weer een bakje koffie doen, want we hebben lekker op bed liggen te kroelen en te donderjagen. Nou, dat moet kunnen op zondag. Hé, ja. Nou, daar is Rijka dan op de dijk en ze wil niet bij me weg. Nee, ze gaat over mijn boefje heen en dan staat ze hier. En daar hebben we de dijk. Vrienden, het is alweer zondag en we hebben heerlijk de nacht doorgebracht. Ze heeft lekker bij me gelegen. Ze is met Ewin aan het aftorsten. Gandalf die is nog al de dood. Ewin die bijt van de raf. Nou, het gaat allemaal goed. Enkel, ja, Gandalf niet, maar die is buiten. Ik weet ook niet waar die is. Ik weet helemaal niks. En vrouwtje gaat zo meteen een bakje koffie doen en daarna gaan we op de bos de weg. Hè? Ja. We zijn al wel een hele tijd al wakker, maar we hebben nog weer op bed even weer geweest, want we zijn al wel buiten geweest in de tuin, daar hebben we al wat gedaan. We hebben al gegeten en gedronken. Ja, en nog het vrouwtje nog weer een bakje koffie doen, want we hebben lekker op bed liggen te kroelen en te donderjagen. Nou, dat moet kunnen op zondag. Hé, ja. Hé? Zeg maar, mijn naam is Rijka. Hé? Ja, dit is dus Rijka. Ja, heel ander hondje dan Frodo was. En Frodo vergeten we niet. Nee. Nee, hè, Frodo mogen we niet vergeten. Nee. Dat zijn mijn vingers. Ja, dat Ewin loopt hier wat rond. Ik heb haar eten gegeven, maar ja. Dat komt ze nou niet aan. Maar het komt allemaal wel goed. En ach ja, als ik straks wegga, dan stek ik het in de gang neer. Ik kan ze erbij. Zo simpel. Hé, hey, ja. Yeah. Maar oké, okay, lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik neem de camera straks mee. Terwijl ik aan de koffie zit, maak ik de boel klaar. En dan gaan we op de booster. En ik hoop dat we naar de dijk toe kunnen. Ik weet het niet zeker. Want ja, zij is een heel ander klimaat gewend. Daar in Roemenië is het natuurlijk heel anders. En ze is ook verkouden, dus ja. Hé? Maar in ieder geval, de vissers die zijn omgekomen, die hebben ze eindelijk gevonden. Dus daar ben ik wel weer blij om. Nou kennen ze het affluiten, weet je. Ze kennen, ja, vollof kennen ze... een raar woord eigenlijk, maar de familie hoeft nou niet meer in angsten uit te zitten van waar zijn ze, leven ze nog wel of leven ze niet. Daarom kunnen ze nou een streep onder zetten. Dus ja, helaas, ze zaten nog in het schip, in de visserskotter en die was gezonken. Dus ja, mopperkontje, het mopperen. Hé, hey. Hallo, ze is aan het mopperen, hé, hey? Ze is aan het mopperen, wat voor dikkie, ja, oh goeie dikkie, hè, schoonheid is ze, maar oké, okay. Maar weer op de grond. Ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later weer, ik ga mijn brillen weer schoonpoetsen en een bak koffie maken en daarna gaan we de hort op. Neem jullie mee. Ik zou zeggen, en de koper, want die heb ik aan de lader en die is ook vol, zie ik. Dus de koper gaat erin en ga gewoon even naar de dijk, even kijken, even sneupen en even naar beneden bij de dijk. Ik probeer ook de langere riem mee te nemen, dan heeft ze wat meer vrijheid. En komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei!
Nou, daar is Rijka dan op de dijk en ze wil niet bij me weg. Nee, ze gaat over mijn boezem heen en dan staat ze hier. En daar hebben we de zee met Texel. Oh, daar gaat ze al. Ja, ze heeft een beetje een lange riem ook. Dat is even een roedelriem, maar ik heb hem nog niet goed, zie ik. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Rijka! Rijka! Rijka, hè, meisje? Ja! En ze blijft keurig netjes op mijn vloertje van de booster als ik dus rijd. Ze wil er eigenlijk liever er niet eens niet af. Dat klinkt de wereld op ze gaat. Netjes zitten, zoals jullie zien. En ze pielt, omdat ze weer verder wil rijden. Dus ja, en daar komt de Texelse boot aan. Dus we gaan die kant op. Ik zal haar weer van de grote riem loskoppelen. En dan gaan we weer verder met die banaan. Ze zeggen tot straks maar weer. Thank you.
Yeah.